Samen zorgen wij tijdig voor de juiste objectdata. Voor een veilig en betrouwbaar spoor hebben we tijdig de juiste gegevens nodig. Deze objectdata, ook wel infrastamdata genoemd, is noodzakelijk voor onder andere storingsregistratie en het plannen en aanbesteden van onderhoud. Bij wijzigingen aan de infra, door bijvoorbeeld een infraproject, wijzigt de objectdata. De Rail Systems Engineer, de bouwmanager, de aannemer en de gegevensbeheerder zijn samen verantwoordelijk voor de juiste objectdata. Hoe zorgen we samen dat de objectdata tijdig en juist wordt gewijzigd? We nemen als voorbeeld een infraproject in Utrecht. Daar wordt een wissel vervangen. In een vroegtijdig stadium stemmen we af, om ervoor te zorgen dat op de datum van indienststelling de data in SAP gelijk is aan de werkelijkheid buiten. Het doel van het bespreken van de objectlijst in de bouwvergadering is dat we de objecten volledig in beeld hebben. En hoe we er samen voor zorgen dat we de objectgegevens voor de indienststelling 100% vastleggen. Ieder heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. De aannemer gaat buiten aan het werk. Tijdens de bouw vult de aannemer de gewijzigde objectgegevens in. In het systeem SAP PLM geeft de aannemer aan dat hij de objectlijst compleet gemaakt heeft. De Rail System Engineer krijgt een melding via het systeem, doet de laatste controle en keurt de objectlijst goed. Daarna kan de aannemer het invulprofiel met kenmerken gaan vullen. De gegevensbeheerder ontvangt de gewijzigde objectdata van de aannemer en zorgt dat deze op de datum van indienststelling van het infraproject verwerkt is. Als de aannemer het infraproject buiten heeft afgerond, zijn ook de objectdata bijgewerkt. Alle gegevens die na indienststelling pas bekend zijn, moeten binnen 1 week nageleverd worden. ProRail. Samen zorgen wij tijdig voor de juiste objectdata.